Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Saving Bikini Bottom, a Sandy Cheek Story, oftewel de SpongeBob spin-off film. Het is meteen opvallend, want deze film is uitgebracht op Netflix en is blijkbaar dus momenteel op Netflix ook best wel populair. Het is ergens wel te begrijpen, want SpongeBob is al die jaren lang nog steeds relevant gebleven. En deze film die spreekt natuurlijk ook vooral gewoon een wat jongere doelgroep aan. Alleen het is raar dat hij op Netflix gezet is en niet op Sky Showtime hier zo, of in Amerika dus op Paramount Plus, want dat is normaal gesproken waar Nickelodeon dus content voor produceert nu. Maar ja, SpongeBob is misschien wel hun meest waardevolle franchise, dus het zou heel goed kunnen dat Netflix hier gewoon best wel wat geld voor heeft neergelegd om het op hun service te krijgen. Maar ja, de twist in dit geval dus is dat het een Sandy Cheeks film is en dat het er ook nog eens best wel anders uitziet in de stijl van animatie. Normaal gesproken ben ik gewoon een voorstander van 2D animatie aanhouden als je serie ook 2D is. En had ik SpongeBob dus liever gewoon in die stijl gezien. Maar ik moet wel zeggen dat als je dan toch 3D animatie gaat doen, dat het in dit geval er dus wel echt zo mooi mogelijk uitziet gewoon. Deze 3D stijl van animatie die biedt ook genoeg ruimte om bepaalde gezichtsuitdrukkingen, gewoon de vorm en stijl van SpongeBob wel gewoon aan te kunnen houden. En ook van die dingen als dat hij bijvoorbeeld zijn armen of benen heel erg lang kan maken, dat weten ze met deze 3D modellen gewoon heel erg natuurlijk te vertalen vanuit hun 2D versie. Want ja, het is wel een Sandy Cheeks film, maar SpongeBob heeft eigenlijk net zozeer de hoofdrol. Het is vooral gewoon een avontuur van hun twee. En de film duurt niet zo heel lang. Je hebt hem binnen anderhalf uur doorgekeken. En het verhaal blijft dus ook grotendeels gewoon heel erg simpel. En het zit hem dus eigenlijk ook al letterlijk in de titel. Want heel Bikini Brook wordt dus meegenomen door één grote grijparm en wordt dus eigenlijk aan land gezet. En we weten uit de serie natuurlijk nog dat Sandy uit Texas komt en dit biedt dus ook de perfecte kans voor haar om weer in ieder geval terug naar het land te gaan en misschien dus ook zelfs terug naar Texas. Want we leren binnen deze film dus ook verschillende familieleden van Sandy kennen, waarvan ik even ging twijfelen of ze nou wel of niet ook in de oude serie zaten al. Maar hoe dan ook krijgt ze hier dus gewoon een stuk meer shine en is Sandy dus overduidelijk ook wel een beetje de actieheld van heel dit avontuur. Want zelfs als je terugkijkt naar de oude serie was Sandy eigenlijk altijd al veel meer competent als SpongeBob en al helemaal vergeleken Patrick bijvoorbeeld. En omdat het een SpongeBob film blijft, moet je natuurlijk ook wel gewoon wat kleine rolletjes hebben voor personages zoals Octo of Patrick en Carrie en Plankton en meneer Krabs en Pearl en eigenlijk komen ze allemaal wel gewoon voorbij hierin. En ja, of de humor van die personages altijd even goed werkt, dat is natuurlijk maar de vraag, maar ook in dat geval moet je denk ik gewoon een beetje in gedachten houden dat deze film eigenlijk bedoeld is voor een wat jonger publiek gewoon. Er zijn al mensen die zeggen van ja, maar we hebben dit allemaal al een keer eerder gedaan, maar beter in de vorm van de originele SpongeBob film. En ik denk dus ook wel dat deze film bij lange na niet die SpongeBob film weet te overtreffen. En richting het einde, wanneer ze dus naar land toe gaan, dan krijg je dus ook wel wat vergelijkbare momenten als uit die oude SpongeBob film. Dus ik snap wel waarom die parallellen getrekt worden. Maar voor mijn gevoel is deze stijl van animatie wel wat natuurlijker te verwerken in een live-action omgeving met echte mensen en zo dan dat die getekende stijl in de originele film deed. Oh ja, maar nu ik dus een beetje verder denk aan het hele gedeelte op het land met de menselijke personages en zo, komt daar dus ook wel meteen het allergrootste zwaktepunt van deze film naar voren. Dat is een personage wat ze Blue Nami noemen of zo, en dat is dus de slechterik, een soort cyborg vrouw die gewoon echt super over de top en cartoony is. Ik kan dan zeggen van dit is gericht op kinderen, maar zelfs dan denk ik dat die kinderen die deze film aan het kijken zijn wel een betere slechterik dan dit personage hadden verdiend. Ik kan me ook niet herinneren dat die oudere SpongeBob films een slechterik hadden, of als ze hem hadden dan waren ze bij lange na niet zo irritant als dit personage is in ieder geval. Maar ja, mijn verwachtingen lagen dus niet zo hoog voor Saving Bikini Bottom en ik heb me op zich wel prima vermaakt met de film voor wat het was, maar het is ook weer niet dat ik hem je echt per se kan aanraden. Als je misschien wat nostalgie voor SpongeBob hebt en met een beetje een rozige blik terugkijkt naar die oude SpongeBob film en je hebt even anderhalf uur niks te doen, dan kan je hem misschien wel gewoon eventjes aanzetten. Het is een film die gewoon prima weg te kijken is of een beetje op de achtergrond aanstaat terwijl je een beetje wat andere dingen aan het doen bent. Maar ja, heb jij al de kans gehad om Saving Bikini Bottom te kijken? Wat vind je van de film en hoe vind je Sandy hierin naar voren komen als de hoofdpersoon? Laat me weten allemaal. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de
hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.